Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vanavond in Focus, hoe effectief is het Safe City project? Binnenkort motivatiesessies voor landbouwers in Apura. De president houdt voeling in volksbuurten, buitenlandse parlementaire delegatie op bezoek in Suriname en een update van de werkzaamheden aan de Turkouwstraat. Wij willen aan het begin van deze aflevering van Focus nogmaals het volgende onder uw aandacht brengen. Van dinsdag 12 tot vrijdag 15 februari organiseert de regering van Suriname in de ballroom van Torarica een klimaatconferentie. Deze conferentie heet de High Forest Cover, Low Deforestation, HFLD Conference, Resource Mobilization for Climate Finance. Suriname vervult samen met nog 10 andere landen een belangrijke rol als het gaat om een hoog percentage bosbedekking dat de negatieve gevolgen van de verwarming van de aarde minimaliseert. In de komende afleveringen van Focus brengen wij u verschillende momenten van deze conferentie. De voorzitters van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn momenteel samen met hun delegatie in Suriname. Op het presidentieel paleis is er op maandag 11 februari jongsleden een ontmoeting geweest met president Bouterse. Wat het doel van dit bezoek is, hoort u van voorzitter Jennifer Geerling-Simons van de Nationale Assemblée. Op dit moment zijn de voorzitters van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten van de parlementen op bezoek bij het Surinaams parlement. Ze zijn eigenlijk met hun delegaties gekomen van hun parlementen. En de bedoeling is om het contactplan dat we vroeger hadden met de Antillen in een nieuw jasje te steken. Dat is nodig om twee redenen. De eerste reden is omdat de status van de landen is veranderd. Vroeger waren ze de Antillen, onderdeel van het Koninkrijk, en nu zijn ze zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. En daarom moet dat juridisch veranderd worden. Maar ook omdat we met elkaar in de loop van ongeveer 2 jaar tot de conclusie zijn gekomen dat we veel betere economische samenwerking moeten hebben tussen deze eilanden en Suriname. Welke concrete afspraken zijn er tijdens de meetings net met de president gemaakt? Nou, het was een beleefdheidsbezoek, maar natuurlijk hebben we de president op de hoogte gesteld van een van de belangrijke doelen van het bezoek, namelijk dat de parlementariërs toch wel zich oriënteren op de mogelijkheden waarvan ze denken dat die bestaan om met Suriname samen te werken. En dat betekent dat wij ook aan onze regering vooraf hebben gevraagd om na te denken over de mogelijkheden die we zouden kunnen zien in samenwerking met de landen van het van de regio, de landen in het Caribisch gebied, deel van het Koninkrijk. En we praten natuurlijk over zaken zoals handelsbetrekkingen. En de president heeft daar ook naar gekeken. En dat is waar we ook over praten. We praten over agrarische sector, toerisme. We praten over onderwijs, sport. Heel lang geleden hadden we sportevenement tussen de Antillen en Suriname. En eigenlijk was Nederland er ook bij. Ze heetten de Koninkrijksspelen toen. Maar het is best wel belangrijk om ook dat cultureel momentum tussen die bevolkingen opnieuw aan te wakkeren. Er is eigenlijk zelf niet alleen cultureel historische band tussen deze landen, maar ook familiebanden. Als je kijkt naar al de mensen zelf, de voorzitters, als je kijkt naar hun schoonfamilie of hun grootouders of hun ouders, die komen misschien van Suriname. Er zijn mensen in die landen die van Suriname afkomstig zijn en omgekeerd hier. Mensen die daar gewoond hebben. Er zijn dus behoorlijk wat banden. Een heel prettige zaak is natuurlijk dat je ook gewoon Nederlands met elkaar kan praten. Er is dus geen taalbarrière. En we denken dus dat we veel meer samen moeten gaan doen. We wonen in dezelfde regio. Ze hebben wat meer ruimte gekregen in stadkundige zin. En ik denk dat de tijd is aangebroken in deze moeilijke periode in de wereld, waar iedereen probeert zijn economie toch wel te diversificeren, dat wij ook daarnaar kijken en zien hoe we complementair zijn aan elkaar en welke dingen gelijk zijn, welke challenges, de uitdagingen gelijk zijn,
zodat we samen kunnen werken om als land te blijven staan en ons te ontwikkelen. President Desiree Delano Bouterse heeft zich georiënteerd in enkele volksbuurten in Paramaribo. De veldbezoeken van de president zijn bedoeld om knelpunten bij de uitvoering van het overheidsbeleid in de verschillende gebieden te identificeren. De president heeft meermaals aangegeven dat het beleid gericht is op de kwaliteit van het leef- en woongenot van burgers. De regeringsleider heeft op zondag 10 februari uitgebreide sessies gehouden met buurtbewoners van Menkendam, Latour, Pontbuiten, Rambulan, Livorno en Land van Dijk. Er is onder andere gesproken over verschillende projecten die in uitvoering zijn in die gebieden. Tijdens de bezoeken is ook van inzichten gewisseld en zijn er oplossingsmodellen aangedragen. De president heeft burgers op het hart gedrukt om elkaar niet in de weg te staan, maar om het pad van samenwerking in het belang van de gemeenschap te kiezen. Het gaat bij hem niet om wie iets doet, maar dat er ontwikkeling wordt gebracht in de gebieden. Als het ziekenhuis niet komt, kan niemand er gebruik van maken, maar wanneer het er is, kan iedereen van de nodige zorg genieten. Tijdens de sessies heeft de president ook personen aangehoord met problemen van persoonlijke of sociale aard. Deze informatie heeft hij meegenomen en er zal via de werkarmen gewerkt worden aan oplossingen. Aan de sessies hebben ook geparticipeerd districtscommissaris Erik Groude van Paramaribo Zuidwest en resortraadsleden. Voor het volgende item gaan wij naar collega Olga Tjenaton. Het Safe City project is onlangs opgeleverd. Onder andere in Groot Paramaribo zijn er op bepaalde locaties camera's geplaatst. Met hoofdinspecteur Humphrey Naarden praten wij over de resultaten van dit project tot nu toe. De resultaten tot nu toe zijn heel positief, effectief. We hebben al een paar concrete zaken waarbij met behulp dus van Safe City, waarbij het cameraproject een onderdeel van is, is het gelukt om met behulp van de command center, waar de camera's worden aangestuurd, is het gelukt om een paar criminelen zichtbaar te maken, niet alleen zichtbaar te maken, maar door het zichtbaar maken van hun zin konden we ze opsporen, aanhouden en in verzekering stellen. En kunt u ons aangeven welke zaken die specifiek zijn? Nou, zo in mind, we hebben, ik dacht tegen eind verleden maand, rond dag 28 januari, zijn drie roovers een brillenzaak binnengedrongen en ze hebben daar een beroep in gepleegd. De camera heeft ze dus opgepakt. Men kon zelf aangeven de richting, de vluchtrichting. Hun vluchtauto, waardoor de collega's van de afdeling recherche bijstand Team Paramaribo heel snel deze drie criminelen konden achterhalen, aanhouden. En ze zijn dus hangend onderzoek in verzekering gesteld. We hebben ook een geval waarbij op een terrein van een hotel een incassoloper beroofd is geworden van een grootschalig bedrag. En ik heb begrepen dat ook de command center een bijdrage daarbij heeft geleverd om zeg maar de verdachte zichtbaar te maken. Want natuurlijk niet alleen maar mensen, maar ook de voertuigen en de rijrichtingen. Dus en een laatste geval dat ik zo gelijk kan herinneren is een geval waarbij een man een aanrijding heeft veroorzaakt en is doorgereden, zogenaamde hit en run. En dankzij dus die ondersteuning van de command center is die doorrijder ook achterhaald en ten verantwoording gebracht. Dus het project werkt hier effectief voor vooral het korps? Ja, het is een relatief jong project, maar
de vruchten die het nu al afwerpt is heel hoopgevend. Niet alleen dat, maar er zijn concrete feiten waaruit blijkt dus dat dit project een heel goed project is. We hebben nog andere gevallen hoor, zeker 3 gevallen die nu pending zijn. Dus daarover mag ik geen diepgaand informatie geven. Maar er zijn nog andere gevallen waarbij beelden door de commandcentrum zijn vastgelegd. Waardoor de collega's die bezig zijn met de opsporing die beelden dus goed kunnen gebruiken om verdachten zichtbaar te maken. En de beelden zijn ook een stukje bewijs hè, die je kan voorleggen aan de rechter ter terechtzitting. De ontwikkelingscoöperatie West-Suriname zal binnenkort van start gaan om de mensen van het dorp Apura wederom te interesseren in het telen van pomtaier en andere gewassen. Dit door middel van motivatiegesprekken. Het is, laten we zeggen, bij mij begonnen. En dan heb ik de tweede persoon benaderd, dan de derde. En zo hebben we de groep gevormd. En daarna, nadien, dan zijn we verder gegaan om de gemeenschappen te benaderen. Eerst de dorpshoofden en daarna naar de gemeenschap toe. Wat voor soort werk doet deze coöperatie? In de eerste instantie willen we focussen op landbouw. En bij deze pomtaier. In het begin. Pomtaier? Pomtaier is het traditioneel gewas van West-Suriname. Wat heeft gemaakt dat pomtaier in dit gebied een achteruitgang heeft gehad? De wegen naar de kostgronden. Er is ook geen goede transport. En dan heb je ook de tussenhandelaars. En dan heb je ook, laten we zeggen, men ging ook elders kopen, bijvoorbeeld op Mungo, Brokoponda en Saramaka. Maar wij van dit gebied hebben de kwaliteit. Onze pomtaier is uitstekend. Welke boost kan de coöperatie geven aan de gemeenschap hier om pomtaier weer te gaan oppakken? Wel, ten eerste moeten de wegen naar de kostgronden in orde worden gemaakt. Een goede transport en een vaste afzet. En eventueel, toch, want de potentie is er, om plaatselijk, laten we zeggen, tot eindproduct te komen. Krijgen jullie ondersteuning van de ondernemers hier om bijvoorbeeld projecten uit te voeren? Op dit moment, dat is gegaan via de DC van hier, mevrouw Cirino. Dus ze hebben contact voor ons gelegd met meneer Baitali en ook Greenhart. En we hebben een gesprek gevoerd met meneer Kodabux over onze idee. Dus, want als groep willen we eigenlijk aan landbouw doen. En we hebben voorgesteld citrus en groenten. Ze zijn bereid om samen met die coöperatie te werken. Meneer Henry, behalve pomtaier en citrus, heeft de bodem hier ook de kwaliteit ervoor om dus andere gewassen te kunnen planten? Heel zeker. Bijvoorbeeld aardvruchten, cassave, napi, ananas. Dus van alles kunnen we hier planten. Dus dat maakt het zo mooi dat we daarom... Als coöperatie willen we die mensen aanmoedigen om weer over te gaan naar echte landbouw, dus duurzame landbouw. Nu is de coöperatie in een ontwikkelingsfase. Komen er nog meer gesprekken met de gemeenschap om ze dus nog meer te gaan interesseren in landbouw? Ja, dus die afspraak hebben we gemaakt met die dorpshoofden. Elke stap, elke vordering die we maken met de coöperatie, gaan we weer die gemeenschappen informeren hoe ver we zijn en met wat we bezig zijn te doen. Of ze zich willen, als nog meer mensen zich weer bij die coöperatie willen aansluiten. Dus we zijn steeds in contact met ze.
Het commissariaat Paramaribo Noordoost is al geruime tijd bezig met een groep gedetineerden om de bermen aan weerszijden van de Turkouwstraat aan te pakken. Reden genoeg voor de redactie van Focus om de districtscommissaris Mike Nerkus hierover te spreken. Vanmorgen hebben we dan dat gedeelte, dat, zoals beloofd, toch, hebben we dan dat gedeelte van de Turkouwstraat afgehandeld. Toch, het gras een beetje gemaaid, zodat het een beetje overzichtelijk was geworden bij het rijden. En dan kijken wat het volgende traject is. Dus ik denk dat waarschijnlijk het ministerie van Openbare Werken dan zelf verder gaat om hem te onderhouden. Wij zijn ingekomen omdat, kijk, moet rekenen houden, overheid is één hand één buik. Dus als een ministerie eventjes de misschien technische omstandigheden wat die kan uitvoeren en wij hebben de mogelijkheid op dat moment, dan geven we dan de ondersteuning. En dat is in dit geval gebeurd. En dan hebben we dan ook de ondersteuning gehad van de penitentiaire ambtenaren die zijn gekomen met de gedetineerden van Santobomme en Duisburglaan. En die hebben ons dan ondersteund in het schoonmaken van het traject van de Turkouwstraat. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.